Bij ons staat Jos Bessems van Theater Carousel. En vertel eens wat over Theater Carousel. Vertel eens wat vandaag. Ja, nou, Theater Carousel is het grootste theater van Geleen. Dat is heel kort en bondig. Mag ik vragen of dat je in het Nederlands antwoordt? Want dit komt op internet en dan kunnen de mensen die niet uit deze streek komen het ook volgen. Maar vandaag staan we hier bij de Marcelines en Petrusfeesten en je bent ook naar de brunch geweest? Ja, het was weer als van ouds gezellig. Goed bezocht, goed verzorgd en er hangt een prima sfeer. Ik weet niet of jullie net daar... Jullie zijn er ook geweest, dus je denkt dat je dat kan beamen, ja. We hebben inderdaad een korte impressie in de tent gemaakt en daar was het warm en gezellig. En langzamerhand begint ook het een en ander naar buiten te komen. Jij bent hier namens Theater Carousel of namens privépersoon? Ik ben niet namens Theater Carousel. Ja, formeel zat ik bij de brunch omdat ik lid ben van de Kiwanis Geleen. Maar daar wilden we het nu niet over hebben. We gaan het over Carousel hebben. Wat Carousel is, is een theater dat ongeveer 17 jaar geleden is opgericht. Omdat er een aantal toneelverenigingen waren in het Geleense die niet een eigen honk hadden, een eigen huis. De gemeente had toen mooi oud schoolpand in de aanbieding, dat ze niet wilden en konden afbreken en zochten een goede bestemming. En we hebben toen een basissteun gekregen en daar een fantastisch theater mee gebouwd. En we, dat zijn een aantal vrijwilligers en dat aantal is inmiddels iets van 80. En die 80 mensen die runnen het hele theater. En die organiseren ook regelmatig iets dergelijks zoals deze Marcelines en Petrusfeesten? Nee, dat is een heel andere tak van sport. Wat wij hebben is een klein theater, heel intiem. Met een aantal huisverenigingen die daar toneel maken en ook toneel tonen. We hebben een jeugd- en jongeren toneelopleiding die ontzettend is gegroeid. En een heel goede kwaliteit levert, daar zijn we heel trots op. En daarnaast hebben we een open podium waar bands, kleinkunst, toneel van buiten... Van alles en nog wat heel het jaar door te zien is, zo'n 55 voorstellingen per jaar. Leuk daarvan te horen, want zoveel was mij daar niet van bekend. Ik zou zeggen, kom eens langs. Zal ik zeker doen. En we hebben een nieuwsbrief. Je kan je elektronisch aanmelden als lid of lezer van die nieuwsbrief. En dan krijg je per maand een update van wat er in de komende tijd gaat gebeuren. En hoe meld ik mij daaraan? Wanneer u googelt op Carousel, en dat is K-A-R-R... O-E-S-S-E-L, carousel.nl, dan komt u bij de website.